milkshake. Om die lekker mooi vol van smaak te maken, gaan we een vanillepap maken. Nou, we nemen 250 gram room. Dat is handig, zo'n flesje. Er zit ook juist 250 gram in. We gebruiken volle room om een mooie volle smaak in die milkshake te hebben. We gaan ook 250 gram melk nemen. We gaan ook een vanillestokje hierbij doen. We snijden de uiteindjes eraf. Nou, het binnenste halen we eruit. Het is ook eigenlijk in het binnenste van de vanillestok dat de smaak zit. Het stokje laten we meekoken. Nou, de melk laten we langzaam naar zijn kookpunt komen. We hebben 5 dooiers. Die gaan we loskloppen. We gaan hierbij 50 grammetjes melk doen. We gaan ook 25 gram crèmepoeder erbij doen. En ook 125 gram suiker. Nou, ondertussen kookt onze melk. We halen de vanillestok eruit. Nou, we gaan eerst een klein beetje kokende melk bij onze massa doen. En pas dan gaan we de twee samen mengen. Nou, dit geheel gaan we nog eventjes laten doorkoken, zodat die puddingpoeder die erin zit, die mooi gaar is. Nou, onze pap is klaar. We gaan een beetje plasticfolie nemen. En die plasticfolie zal ervoor zorgen dat er geen vel op onze pap komt. We gaan hem laten afkoelen in de koelkast. En ondertussen hebben wij de tijd om een lekkere fruitbrochet te maken die lekker bij onze milkshake zal passen. Voor onze aardbeienmilkshake gaan we 250 gram aardbeien nemen. We gaan 100 gram melk hierbij doen. We gaan ook vanille-ijs toevoegen. En we nemen ongeveer een 4-tal lepels. En dan natuurlijk nog het allerbelangrijkste. Onze afgekoelde vanillepap. En we gaan een 10-tal lepels van die lekkere vanillepap hier aan toevoegen. Dit kun je echt een heel jaar doordrinken. Nou, en zo'n aardbeienmilkshake drink je natuurlijk niet alleen. We gaan er 2 rietjes in doen. Onze brochet met vers fruit. Onze milkshake is klaar. Nou, het recept vind je natuurlijk op Niam.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.